1,6 miljoen heeft mij dit hele grapje gekost, mensen. Yo, kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. Mocht je er nou vandaag ook weer zin in hebben en je wil mij supporten, vergeet niet even om vast een like aan te klikken. Bijvoorbeeld dank. Vandaag is het echt een super awesome dag hier in Mindtopia. Want ik ben gebeld door het bouwbedrijf hier van Gradial. Met goed nieuws, namelijk dat ik de... goed nieuws is net hoe ik het wil bekijken. Dat ik de rekening kan betalen voor mijn villa. En geld betalen voor dingen is nooit leuk. Maar hey, het kan. Goedemiddag. Hallo. Ja, ik ben helemaal hyped. Ik hoor dat, dat ik kan betalen voor mijn nieuwe villa. Dus ja, ik ben meteen gekomen. Ja, dat klopt, ja. Oké. Kunnen we even naar het kantoor toe dan maar? Dan, loop maar even mee. Oké, en ik ben natuurlijk ook erg benieuwd naar, naar de prijs. Want ik heb gezegd, ja, het mag ook wel een miljoen gaan kosten. Dus, ja, het is vrij prijzig voor, hè. Toch wel. Laten we gewoon meteen maar met de deur in huis vallen. Wat heeft het geintje gekost? Het kost 812.927. Dat is het totaal. gewoon even afgerond 813.000 euro voor mijn villa. Ja. Oh my god. Oké, ik heb het gezegd. Het mag ook wel richting een miljoen gaan. Ik heb natuurlijk eerder dit gedaan bij een bouwbedrijf. En toen ging het maar tot de 600. Maar kan ik hier ergens pinnen? Ja, hier. Dan ga ik even pinnen. Holy shit. Dat zijn volgens mij 5 stacks diamond blocks. Klopt dat? Moet ik toch eventjes voor de zekerheid narekenen. Want ik wil natuurlijk wel het helemaal goed gaan betalen. 5 diamond block stack, dat zijn er 320 keer 2.500. Dus 800. Dan maak ik dit... Dan de 5.000, 10.000 en dan doen we het lekker zo en zo. Weet je, ik betaal iets meer omdat ik gewoon vind dat jullie dat wel verdienen. Kan ik geld gewoon gooien dat niet iemand in één keer het komt stelen? Nee, eerst. Doe ik het even op het kleedje. Ik zou zeggen, reken het ook gerust na. Ja, Als het goed is, het is iets te veel, maar dat ga ik niet moeilijk over doen. Ik vind dat, de service hier is echt enorm. Even kijken. Ik vind dat niet heel erg is. Ja, het is 8, ja. Ja, het klopt toch, ja. Nee, ik moet zeggen, het is snel gegaan. Ik ben blij dat het is gebeurd. En verder geen problemen opgelopen, zo te zien. En alles is helemaal gelukt. Ja. Oké, mooi. Dan ga ik denk ik maar lekker naar mijn huis toe. Ik bedank jou enorm voor jouw tijd en jouw hulp. En het is een goed bouwbedrijf dit. Dank je wel. Ja, fijne dag. Hetzelfde. Oké, op naar mijn nieuwe villa dan maar. Ik ben erg benieuwd natuurlijk wat ze ervan hebben gemaakt. Want laten we eerlijk zijn. Oké, ik heb gezegd, weet je, het mag tot een miljoen gaan de prijs. Ik vind het dus heel erg. Ik wil echt een mooie villa hebben. Maar ze hebben ook echt wel dan heel veel geld meteen ervoor uitgetrokken. 800 en, ja, ik rond gewoon even naar bovenaf. 813.000 en volgens mij staat hij daar. Want ik zie daar mijn boot, ik zie daar een deel van mijn huis. Want dat paarse gebouw en dat paarse gebouw stond daar. Betekent dus ook, mijn gebouw is dus niet in het paarse waar ik heel blij mee ben. En ik zie gewoon hier al gewoon echt al een kast van een huis staan. Dit is echt... Dit is zo ontiegelijk vet aan Mindtopia. Gewoon dat je... Oké, ik heb er gewoon 8 ton voor betaald. We moeten dat niet vergeten. Het is bijna een miljoen gekost dit huis, hè. Maar dit is zo'n... Man, ook echt zo'n immens grote fucking villa volgens mij. Dit is werkelijk waar niet normaal. Oh, kijk hoe klein ik ben vergeleken met dit hier. What the fuck? Oh, dit is... Ik moet eventjes... Dit is mijn plot, toch? Dit is mijn plot. Holy freaking shit, wauw. Dit is ook gewoon echt gewoon... Wat is het, 19 of 20 hoog volgens mij? Laten we gewoon lekker naar binnen gaan. Laten we even gaan kijken wat voor een enorme villa we hier hebben. Wow. Holy shit. En mijn boot. Dit is werkelijk maar een van mijn duurdere projecten die ik tot nu toe heb gehad hier in Mindtopia. Natuurlijk mooi wat opslagkisten erbij. Ben ik enorm blij mee, want ik koop nog best wel vaak kleding, eten, wat dan ook. Ook voor luisteren kan ik allemaal hier mooi dan storen. Laten we, voordat we de tuin in gaan rennen, gasfornuis hier, check. Uitzicht, ook erg belangrijk. Nog meer kisten hier. Een enorm mooi hoog plafond. Vind ik altijd wel wat hebben. Dan alles heel laag en dat je één keer springt dat je dan meteen je hoofd stoot. Laten we eens even hierboven gaan kijken wat hier allemaal nog te vinden is. Eens even kijken. Vloertapeetje. Nou, dat is altijd fijn. Lekker zacht voor de voetjes. Nog meer opslagkisten. Dat is super handig. Boekenkasten. Super nice. Hier. Hoppatee. Een bank met een fucking epische tv erbij. Een mooie kist eronder. Ik ook weer van allemaal eten en drinken in flikken. Als je gewoon een chill avond hier hebt. Dus dat is ook super chill. Wederom ook mooi dit glas. Zo weet je. Je kan mooi overal naartoe gaan kijken. Een mooi king size bed. Dat is ook zeker niet verkeerd. Dit king size bed. Holy shit. En hier ook weer uitzicht. Oké. Okay. Eén nadeel wel natuurlijk.
dat wij plots zicht op elkaar hebben in een koophuis. Je zit heel dicht op anderen, maar aan de andere kant weet je, ik zal boven mij alleen maar zijn als het donker is. Dus dat is ook echt super nice. We hebben natuurlijk nog even uitzicht. Daar ligt dan wel even je boot, hè, mensen. Daar ligt dan je boot gewoon hier zo aan je dikke villa. En dan hebben we hier nog even kijken. Als het goed is, als ik me niet vergis, ik heb er namelijk om gevraagd. Kunnen wij hier het dak nu opgaan? Ja, en dan kunnen we deze deur openen. Dan zijn we op het dak van mijn villa. En zoals jullie kunnen zien, staat hier een H op het dak. Kortom, hier kan gewoon een helikopter gaan landen, terwijl het nou net begint te sneeuwen. Maar goed, maakt mij wat dat betreft helemaal niet uit meer. Je ziet het gewoon hier. Hier kan gewoon een helikopter op landen. Dus dat betekent, ik kan vanuit Cosmopolitan hier naartoe vliegen. Ik kan dan hier ook, gewoon naartoe gaan, heen en weer vliegen, wat super snel is. Wat mij ook heel wat tijd kost. Geen tijd meer kost wat dat betreft. Dit is echt fantastisch. Laten we ook even de tuin gaan bekijken. Ook al is het nu aan het sneeuwen. Dat is één ding wat je natuurlijk wel hebt in Greydale. Je hebt natuurlijk niet altijd dat het maar zonnig is. Maar voor nu maakt het me helemaal niet uit, weet je. Sowieso, ik hou van de sneeuw, maar oh my god. Mensen, kijk naar deze fucking tuin. We hebben hier ten eerste natuurlijk de stijger naar mijn boot toe. Hier moeten we dan overheen springen. Gelukkig heb ik fit at 8, dus dat kan ik gewoon mooi doen. En je bent dan op de boot, dus dat is wel echt super nice. Alleen, de vraag is nu meer, kom ik nu überhaupt nog wel mijn tuin in? Dat twijfel ik nu een beetje over. Ik denk het niet. Ik denk dat ik nu helemaal moet omlopen. we moeten denk ik inderdaad even oplopen. Maar alsnog eentje, ik kan bij mijn boot en ik kan gewoon weg hier met mijn boot. En noem het allemaal maar op. Goed, we rennen even snel om weer snel bij mijn huis te komen. Dit blijft immens hoor. Dit blijft echt een immense villa. Oké, we zijn weer binnen. En dan hebben we hier een soort van waterfonteintje, zie ik. Even kijken hoor. We kunnen hier ook gewoon erin. Weet je, we hebben hier gewoon een soort van waterglijbaan als het ware. Hier een klein lekker zwembaadje waar we gewoon een beetje in kunnen hangen. Weet je, gewoon een beetje in chillen. Gewoon gezelligheid, wat dan ook. Super chill. Dan hebben we hier ook nog een kleine bar. Dus ik zie het over voor mensen. Gewoon even feest, DJ erbij. Hier is dan gewoon een barman, iedereen lekker aan de dans, noem het allemaal maar op. En ondertussen kan jij gewoon hier in je huis gewoon super hard chillen en gewoon iemand voor de catering doen. Natuurlijk lichtbedden, lekker veel lichtbedden, dat je gewoon ook mensen hier kan uitnodigen. En kijk nou, oké, het sneeuwt nu. Een beetje slecht om dat natuurlijk dan voor te stellen, maar stel je ligt hier, zonnetje schijnt, je kijkt naar deze mooie villa. Daar word je dan toch alleen maar vrolijk van. Dit is gewoon, dit is freaking insane. Gewoon in je boot wat hier ligt en dan ook nog hier gewoon een lekkere loungeplek en... Wauw, vind ik dit huis mooier dan in Mindtopia? Ik denk het haast wel. Laat ik zo zeggen, Mindtopia heb ik meer ruimte. Dat is natuurlijk ook de ligging van dat huis misschien. Dat is natuurlijk wel uptown wat ik helemaal in mijn bezit heb daar. Dus dat was al pittig moeilijk en ook nog zo'n villa te laten bouwen. Dat is echt een dream. Maar dit is dan wel denk ik echt mijn nummer 2. Tuurlijk, ik heb ook mijn huis in Heratopia. Vind ik ook een heel mooi huis. Alleen, dit is toch net eventjes wat extremer en over de top waar ik echt blij mee ben, wat er echt freaky bizar uitziet. Maar ik denk toch wel, dat deze plek 2 komt, dan zouden we daarop terug qua villa. En laten we ook eventjes een kleine opzomming doen van het geld, mensen. Want dat vinden we toch ook altijd vaak wel leuk om te weten. Hoeveel heeft het nou daadwerkelijk allemaal echt gekost? Laten we beginnen met de boot. En de boot hier. Deze boot heeft namelijk 300.000 euro gekost. Deze cruiser, 300.000 euro. Vervolgens kwam de gemeente, ja meneer, leuk dat u een boot heeft. U moet ook 109 euro gaan betalen, voor de lichtplaats van de boot. Dus dat betekent, we zijn dan 409 euro lichter alleen qua boot. Vervolgens moesten wij het plot kopen. Uit mijn hoofd heeft dat plot mij 300 of 350k gekost. Dat zou betekenen dat samen al zo'n 750k is geweest. Samen, de boot en het plot, Dan moest ik vervolgens nog deze villa laten bouwen. Nog eens een keer 800k eroverheen. Dat betekent, we komen uit op zo'n 1,5 miljoen. Bijna een half en nog wat extra dingen. Laten we zeggen, afgerond naar boven, iets ruim genomen. 1,6 miljoen heeft mij dit hele grapje gekost, mensen. 1,6 miljoen heeft het mij gekost voor en dit huis, en deze tuin, en deze boot te bouwen. 1,6 miljoen euro. Holy freaking shit. Maar ik moet wel zeggen, kijk ook wat je ervoor terugkrijgt. Ik bedoel, het is jammer dat het nu even regent. / sneeuwt dan. Maar als hier nu de zon zou schijnen. Het is werkelijk waar fantastisch. Dit is... Oh, ik ga hier vaak... Ik ben hier vaak te vinden, denk ik. Ook gewoon, je kan hier ook een lekkere dak op. Vind ik ook heel fijn. Weet je, we kunnen ook even vanaf hier kijken. Kijk nou hoe dit eruit ziet. Gewoon je boot. Je kleine haventje. Je stukje strand. Je tent. Je zwembadje. En ondertussen kan hier gewoon je helikopter landen. We kunnen hier ook voorzichtig naartoe lopen. Want het is toch allemaal voor mij dit dak. Dus ik mag hier ook lopen. Je hebt dan natuurlijk nog de tuin en alles erop en eraan. Oh my fucking god. Ik vind het echt
Fantastisch gewoon. Ik heb er gewoon geen woorden op het moment voor. Ik ben er gewoon een beetje stil van, een beetje overweldigend van dat ze dit gewoon kunnen maken. En ik vind echt super mooi ook gewoon. Ook ben ik heel blij natuurlijk met de kleuren. Wit, hè, quartz en natuurlijk ook het donker in plaats van als alles nu paars was geweest als bij de buren. Dit straalt toch meer uit. En wauw. Zullen we nog even naar de andere kant rennen om daar te spieken? Misschien moeten we ook nog even doen. Eventjes van afstand even bekijken van goh, hoe ziet het dan vanaf daar eruit? Even snel door de sneeuw, even naar het bruggetje toe. Ik heb natuurlijk net ook al in de zon net een klein stukje gezien. Maar toch nog even snel spieken hoe het er hier uitziet. Even kijken hoor. Want als we nu hier staan en wij kijken hier nu naar... Oké, dat was een behoorlijke lag spike. Even kijken hoor. Nee, we moeten er even een stukje doorrennen. We rennen even hier naartoe. Deze verdomde sneeuw. Ah, ga weg sneeuw. Ja, wat moet ik hiervan zeggen mensen? Als je dit zoiets staat met de text Gradle erboven. Dit huis. Zo'n tuin. Een jacht ervoor. Ik denk dat dit wel een beetje de Mindtopia Dream is die je gewoon kan hebben. Gewoon luxe as the motherfucker. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Mindtopia. Mocht je nou weer leuk hebben, vonden, vergeet even te liken, te reageren, te abonneren. Laat ook gerust in de reacties achter natuurlijk wat je van deze villa vindt. En mensen, tot de volgende keer.